Je woont op zodanige wijze dat je overal dichtbij bent. Het is mooi wonen. We wonen dicht bij de Slotenplas. En er is een park. Er is een groot zwembad. Er zijn veel mogelijkheden om te wandelen. En we hebben eigenlijk alles bij de hand. Winkelcentrum. Maar dat het redelijk druk is. En ook wel hier in de buurt wat buurtwinkels. Waar we ja, toch wel onze dagelijkse boodschap kunnen doen. Ik ga wel alleen naar buiten. Vroeger natuurlijk meer. En het is hier wel een gezellige buurt. Heel veel winkels. Er is hier eindelijk wel van alles. En voor de mensen is hier de tram en de bus is hier allemaal vlakbij. Dus ze kunnen hier wel alle kanten uit. Ik vind de mogelijkheid tot vrij parkeren een plus. En ik hoop ook dat het zo blijft. De buurt is wel prima. Maar het is jammer dat het een beetje achteruit gaat allemaal. Het was vroeger heel wat mooier en leuker. Maar de buren ken ik niet. Tegenwoordig wonen er zoveel vreemde mensen. Dat binnen 3 maanden zijn ze weer weg. Voordat ik ze... Ik woon eindelijk een beetje alleen hier. Vroeger kwamen we weer wonen. Het waren allemaal jonge gezinnen met kinderen. En nu is het... Er zijn nog wel veel kinderen. Maar ja, eigenlijk allemaal kindertjes. Ook van... ja, hoe moet ik zeggen? Een beetje gemengde bevolking hebben we gekregen. Hè? Ik vind dat de buurt toch wat achteruit is gegaan vergeleken met het aantal jaar terug. De jongeren, de leeftijd tussen 8 en de 15 vind ik toch dat ze minder luisteren naar hun ouders. Laat op straat, veel herrie. Geen ontmoetingsplekken of zo. Ja, het is heel achteruit gegaan. Kijk, s'avonds, je ziet geen kop op straat. En je ziet alleen nog maar, nou, dan moet ik geen allochtonen noemen, dan moet ik meiden-Nederlanders noemen, die in feite hun eigen thuis rot vervelen van de jeugd, en die dan op de straat bivakeren. Ze hebben niks. Want die hebben thuis niks. Ik zie heel veel jongeren bij mij hangen, 15 jaar, die op straat zitten en dan gaan ze ruzie zoeken, weet je. Ze hebben geen ontmoetingsplekken voor jongeren, dat ze leuke activiteiten... De laatste tijd heel erg veel, ja. Wij hadden dat vroeger niet. Vroeger gingen we gewoon met onze ouders naar de speeltuin. Nu vernielen ze de speeltuin en het duurt heel lang voordat ze een nieuwe speeltuin maken. En voor de rest, ja, ze hebben geen... Ja, ze hebben voetbal. Maar ja, we hoeven elke dag gaan voetballen. Dat is ook niet echt leuk voor de jongeren. Wat ik dus wel in de buurt merk, is dat de speeltuinen heel beperkt zijn. Dat ze meer toestellen zouden kunnen krijgen. Omdat het toch om veelal grote gezinnen gaat. En dat ze misschien meer ruimte zouden kunnen krijgen om zich ook terug te kunnen trekken. We hebben wel een bibliotheek waar kinderen kunnen gaan lezen, maar ook bijvoorbeeld een bepaalde ruimte waarbij kinderen naartoe zouden kunnen gaan met hun ouders. En dat ze dus ja, allerlei dingen zouden kunnen doen. Want als de kinderen thuis aankomen, het zijn natuurlijk... Ja, toch wel, sommige ouders zijn nog niet verhuisd naar de nieuwe woningen en wonen nog in hun oude woning. En dan is de ruimte veelal te klein. Ik heb weinig ruimte, maar toch vind ik het wel leuk. Als vrouwen op straat lopen, Hollandse vrouwen en wij staan daar gewoon neer te zitten, wij staan gewoon te zitten, dan rennen ze, gaan ze iets opzij alsof ze bang zijn van ons, alsof wij iets gaan doen. De buurt is niet zo gezellig. Het is zo vuil op straat. Dat is zo jammer. Als wij een raam lapten aan de voorkant van de winkels. Het was schoon. Het was fris. En dat gebeurt er weinig. Ook met de rotzooi op straat, de rommel, het vernielen, het ruiten ingooien.
Nou, dergelijke soort dingen, dat ga je wel heel goed merken. Ja, dat klopt. En dat vind ik zonde. Elke dag weer, dan ben ik ongeveer een kwartier bezig met het schoonmaken van mijn stoepje voor. Ik vind het erg vervelend dat er heel veel vuiligheid op de stoep ligt. En het lijkt straatvuil. Maar als we met z'n allen een beetje aandacht naar geven, moet het op te lossen zijn. Maar ik vind ook dat de gemeente daar iets te weinig aan doet. Ik heb begrepen van de voorzitter van de vereniging dat indien er personeel voorradig is, dat men 1 of 2 keer per week komt. En dat is veel te weinig. Nu zijn ze bezig met stadsvernieuwing, hè? Met stadsverwarming te maken. Hier bij die garage liggen bergen stenen. En vorige week was het nog een lekker weer, zaten we buiten 's avonds. En een heel groep jongens kinkelden de ramen in. Nou, dat is vreselijk. En het is niet 1 keer, maar het is verschillende keren gebeurd. Waar ik woon, is veel schimmel bij ons thuis. En mijn moeder die belt zo vaak en wij bellen ook. Maar dan komen ze echt, niet hun afspraken na. Nooit. En dan zeggen we, ja, er moet wat gedaan worden. Nee, we hebben heel vaak last van schimmel, maar ze doen er echt niet zoveel aan. Nee, het komt niet, het komt door water, maar nog steeds hebben we schimmel. Dus ik weet niet, ons huis is helemaal beschimmeld. We hebben geen klachten over de coöperatie, maar de wereld zijn. Wat aangaat als je zegt van, ik heb wat stuk en je bent daar tegen, je gaat daar tegen verzekeren tegen een 5 euro per maand. En dan komen ze het maken en het wordt zonder meer gedaan. Van welke coöperatie huurt u? Eigenhart. De Kei. In hoeverre bent u tevreden over de coöperatie, meneer? Nou, heel goed. Heel goed. Heel goed. Minder. Minder? Ja. Een stuk minder. Waarom? Ja. Weinig onderhoud. Weinig betrokken bij de bewoners. Altijd moeten zeuren als er wat gebeuren moet. Okay. En de bereikbaarheid van de coöperatie? Slecht. En hoe? Brief te zenden of bellen over bepaalde dingen, maar nooit geen antwoord krijgen. Oké. Dus wat dat betreft, ze geven geen antwoord. De rekeningen sturen ze wel op tijd, maar de rest? Die zijn prima op tijd, ja. En die moet je betalen dus, hè? Ja. Oké. Okay. Wij zijn lid van de service, hè. Wij betalen 5 euro in de maand. Dan ben je lid van een servicedienst. En dan alles wat je ook maar tot het redelijke, dan repareren ze dat allemaal, hè. Ja, maar dat hoort er wel bij overeen. Hoort dat gratis te doen. Hoef je geen service voor te nemen. Ze gewoon de woning onderhouden. Ja. Maar dat is het enige wat je verlangt. Ja. Ik heb begrepen dat er nogal wat renovatie gaat plaatsvinden. Dat er wat gebouwen weggaan. Men is dus bezig de stadsdeel een nieuw gezicht te geven. En dat is alleen maar goed, denk ik. Qua uiterlijk vond ik het een beetje somber af en toe. Zoals de flats hier aan de overkant. En dan denk ik, ja, dat kan wel vernieuwing gebruiken. Mijn uitzicht is ook niet echt dat ik zeg, goh. Ik ga even lekker uit het raam kijken, want het is niet echt dat ik zeg, ja, ik kijk alleen maar tegen flats aan. Dus ja, dat is niet echt. En het zijn ook allemaal redelijk oude, ik denk behoorlijk oude huizen. En ik woon voornamelijk of heel veel oudere mensen, of mensen van buitenlandse afkomst. Dus echt heel erg gemengd is het hier niet. Dus ja, wat dat betreft, wat qua huizen... Daar mag eigenlijk wel wat aan veranderen. Volgens mij wordt het ook in de toekomst wel een keer gesloopt hier, hoor, hierachter. Dus het gaat allemaal wel stapje bij stapje vooruit. Oudere huizen die worden nu gesloopt en er worden nieuwere huizen van neergezet. En ik vind de stijl van de huizen vind ik heel erg leuk. Beetje modern en ik vind het knap de buurt wel op, vind ik. Aanzicht ziet het er allemaal wel beter uit. Er is nieuwbouw, het ziet er mooier uit. Maar ja, dat verleent maar... Het plaatje. Het wordt wel steeds bericht gegeven dat onze flat gesloopt wordt. Maar nu is het weer over 10 jaar. Eerst was het over 1 jaar of 2 jaar. Nu over 10 jaar. Nee, dus veel onduidelijkheid over. Dat wel. Dat is wel jammer. En wat vind je dat beter zou kunnen daaraan? Nou, een beetje duidelijkheid geven gewoon ook. Ja. Dus wat er gaat gebeuren met de flat en hoe lang dat gaat duren. Nou... En er hoeft niet zoveel te veranderen. Als de mensen maar wat schoner zijn en netter. Dat meer wordt schoongemaakt door het milieu. Politie en minder wordt vervuild. Zorg dat het zwerfvuil omlaag gaat. Dat vind ik het meest belangrijke. Want daarmee geef je ook een signaal aan de omgeving. Mensen, hou het schoon. Wij doen ook ons best, doe hetzelfde.
wat ik als advies zou willen geven is dat men in elk geval rekening houdt dat men niet één cultuur of twee culturen bij elkaar plaatst, maar dat men meerdere culturen bij elkaar plaatst, zodat er toch een variatie is. En dat we dus daardoor ook veel meer rekening kunnen houden met elkaar, elkaar ook beter gaan begrijpen. Als je bekijkt naar de witte en de zwarte wijk, is het best wel een behoorlijk donkere wijk hier. Dus om daar een beetje wat meer, wat gemengder. Ik denk buiten de koopwoningen, wat kun je er anders op bedenken? Dat de woningbouwverenigingen sowieso samenwerken met het stadsdeel. Zodat je niet alleen één cultuur bij elkaar hebt. Maar dat je er dus ook rekening mee houdt. Dat je verschillende culturen bij elkaar hebt. En met name ook gewoon de woningen. De trappenhuizen. Want je leert toch van elkaar. En het is fijn om die ontwikkeling zo door te maken. Waardoor je ook op je school de verschillende culturen krijgt en niet één of twee culturen bij elkaar. Nou, ik denk toch ook wat meer koopwoningen hier in de buurt zetten. Want je ziet dat bijvoorbeeld hier verder op de Pieterkalklaan of hierachter op de Nieuwe Wereld. Daar hebben ze natuurlijk ook wel gedeeltelijk, maar ze hebben eigenlijk voor mijn gevoel het probleem een beetje verschoven. Want alles wat daar in die buurt woonde, kreeg natuurlijk voorrang om voor een nieuw huis natuurlijk. Daar is een nieuwbouw gekomen, gedeeltelijk koop, gedeeltelijk huur. Maar je ziet wat voor mensen er in die huurwoning terecht zijn gekomen. Dat heeft ze gewoon allemaal verschoven. Dus feitelijk gezien is er niks veranderd. Er zijn ook wel een paar koopwoningen bij, waardoor het misschien wel iets gemengder wordt qua bevolkingsgroepering. Maar verder, ik weet het niet hoor. Ze moeten denk ik toch wel iets gaan verzinnen om het ook aantrekkelijk te maken voor de mensen om hier te gaan kopen. Wat hier zegt van, weet je, het is best wel gemengd en wat meer groen misschien. Ook wat kindvriendelijker. Het is nu alleen maar appartementen en flats. Misschien wat meer laagbouw tegen gezinswoningen. Een tip voor de buurt. Nou, ik vind wel goed dat het allemaal goed georganiseerd wordt. Dus alleen misschien meer buurtfeesten. Want bijvoorbeeld in staddeel Geuzeveld, Slotermeer, wordt echt veel voor jongeren gedaan. Veel buurtfeesten en zo. En het zal wel hier in de buurt ook wel wat er mogen gebeuren. Je hebt hier de Ozoplein, daar heb je de markt, de vaste markt op dinsdag. Ik vind hier dat we dat missen hier, de markt. Weet je, de doelgroepen, die komen hier toch niet langs, de mensen. Die houden het op bij de grens tussen meer. Dus ik zou toch wel lief vinden dat hier een beetje meer sfeer met de markt ook zal zijn. Dus de sfeer een beetje mooier maken, dat vind ik belangrijk. En er moest eigenlijk een groot gebouw komen dat je zegt van voor kinderen, voor ouderen. En er zijn hier wel wat buurthuizen. Maar het is te onbekend. Je zegt, kom op. Er wordt zoveel gebouwd, hou daar eens rekening mee. Want op Tussenmeer, daar heb je de Serre. Nou, als je daar een club in wil beginnen, nou, je schrikt van de huur. Nou, dan begin je al met contributie. En het is niet zo weinig wat ze vragen. Ik begrijp wel dat het betaald moet worden, maar dat is het niet. Er moet iets wezen waar je gewoon vrij in kan zijn. Waar je naar binnen kan lopen. Die zegt, nou, ik zeg tegen de buurvrouw aan de overkant, nou, jij komt nooit ergens, kom op, gaan we er even heen.